het is het nieuwe jaar. En dat betekent ook dat er natuurlijk weer nieuwe babytjes worden geboren. Het gaat natuurlijk het hele jaar door. En zij houden zeker geen rekening met of het nou december of januari is. Maar goed, er is een moment waarop dus het eerste babytje van 2017 wordt geboren. En vanmorgen, dus op donderdagmorgen, was de burgemeester, die is op vakantie, dus de lokale burgemeester is Laura Bromet, de huidige wethouder. En zij is naar Marken gegaan om baby Muus te verwelkomen. Dank u wel. Met jullie Muus. Ja. Bloemen van de gemeente. Dank u wel. Kom maar even binnen. Ja. Nou, en ik heb een beer meegenomen voor de Muus. Hey. Kijk eens. Ogen open. Ja. Nee, jij ook beer. Gefeliciteerd. Met zo'n mooie zoon. Nou. Schattig. Kijk eens. Een beer. Wat een lief kind. 17 januari uitgerekend. Oh echt? Ja. Oh echt? Wat heerlijk zeg. Ja. En het was op oudjaarsavond begonnen of? Nee, nee, ook niet. Nee. Was oudjaars... pas 's ochtends een uur of 9. En waren jullie laat naar bed gegaan of? Nee, 1 uur of zo. Ja, ja. Ja. En je denkt, wat voel ik nou? Nou, ik was 's ochtends gewoon op paarden tijd, zet ook 8:15. Echt? En toen ging ik gewoon weer voor bed leggen. En toen dacht ik ook, oh, wat voelde ik? Gaan we weer naar de wc. En toen had ik ineens bloeding. Dus toen had een verloskundige gebeld. Ja. En die was toen gekomen. En toen had ik al 4 centimeter. Echt? Zonder dat je wat gevoeld had? Ja. Oh, wat goed zeg. En toen in het ziekenhuis, toen begonnen de weeën eigenlijk pas. Ja. En hoe lang heeft het toen nog geduurd? Toen 12:30 of zo, toen was de vliezen gebroken, dus zat ik al ineens op 7 centimeter. En toen om 2:50 is hij geboren. Zo. Dus het was een turbobevalling eigenlijk. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ging er om 11:15. En toen gingen jullie iedereen bellen en toen geloofden ze het niet. Nee. Want jullie hadden natuurlijk iedereen nog gelukkig nieuwjaar gewenst, of niet? Voor de familie? Ja, nog niet eens. Nachts al een aantal natuurlijk. Hé, en hoe zwaar was hij? 35,60. Oh, dus helemaal niet licht of zo? Nee. Nee. Voor bijna 3 weken te vroeg? Nee. Nee. Ja, de avond ervoor zei ze het nog. Ja? Zij van, we kunnen ook voor de eerste van water opgaan. Oh, echt? Ja, nou, en dan zit je hier. En er is nog een babytje geboren in Monnikendam. En dat was ook heel vroeg in het jaar. En die is thuis geboren. Dus eigenlijk, ja, dacht de gemeente, dat is de eerste baby van Waterland. En dat is baby Charlie. Dus 2 nieuwe jongetjes in Waterland. Nou, van harte welkom. En we gaan ze even bekijken. Hallo. Gemma. Zij heeft net een handcreme aan. Hallo. Martijn, kom binnen. Oh. Hey. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou zeg, dat is toch een mooi exemplaar, hè? Dat wou ik zeggen. Leuk zeg. Hallo. Hoi. Niels. Gefeliciteerd. Dankjewel. Els, hallo. Zal ik je tas aannemen? Hij is wakker, hè, of niet? Hij is net wakker. Ja. Hi, gefeliciteerd. Ja, ik ga even de bloemen aan je vrouw geven. Oh, bedankt. Alsjeblieft. Ja, ja. En jullie hadden al een beer gekregen, hè, van de gemeente Waterland? Ja. Bij de aangifte. Ja, dus dit is een boek. Oh, leuk. En het gaat over de burgemeester. Dus, nou ja, omdat ik als burgemeester hier ben. Yeah. Oh, ik lief van je. Alsjeblieft. Nou, het was de planning dat het boven ijs zou gebeuren. Maar ze was al zo ver dat het... Gewoon thuis. Ja, het moest. Ja, daar was ik van in. Dus geen Amsterdam op de... Yeah. Ja. Oh, vind je dat erg? Maar de Oostermonnikendamme in de family, toch? Ja. Yeah.
Ja, we staan hier bij de eerste baby van Waterland. En ik sta hier met de, ja, niet de burgemeester, maar de lokale burgemeester, Laura Bromet. Ja, als wethouder, maar nu heb je een mooie taak erbij, babytjes bezoeken. Ja, en het leuke is dat het al de tweede baby is van vandaag. En ik zal even uitleggen hoe dat komt, want ik had gehoord van deze baby, die was geboren, eerste baby van Waterland en afspraak gemaakt. En de vader en moeder waren meteen hartstikke enthousiast om mij te ontvangen. En een paar dagen later kregen we een telefoontje van, er is nog een baby, maar die was nog eerder. Okay. Maar die is in het ziekenhuis in Purmerend geboren. Oh, oké. En toen dus had je natuurlijk geen bericht van gekregen, omdat dat het gaat om een Waterlandse geboren baby. Deze is in Monnikendam geboren, dus die is op het gemeentehuis aangegeven. En toen was de vraag, ja, wat doen we altijd? Gaan we altijd naar de eerste baby die in Waterland is geboren, of gaan we naar de eerste baby die woont in Waterland? Ja. En toen zeiden ze, nou, we gaan eigenlijk altijd naar de eerste baby die woont in Waterland. Zullen we die andere mensen afbellen, jullie? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dan ga ik gewoon naar twee baby's. Dus ik ben vanochtend bij de baby geweest op Markermuus. En die was 1 januari. En deze is dan van 2 januari. Oh. Maar ze zijn allebei heel lief. Even lief natuurlijk. Ik ga even naar de kerstverse vader. Want hoe heet de baby? Charlie. Charlie. Oh, sorry. Charlie, op het Engels. Ja, natuurlijk. Ja. Want mama is Engels, geloof ik. Ik ben Engels, ja. Ja, precies. Oké, en hij is dus geboren op 2 januari. Was dat ook gepland op 2 januari? Of is hij eigenlijk te vroeg of te laat? Ja, te laat. Hij was, de breaking datum was 29 december. En ja, hij is 4 dagen te laat. En ja, de vroedvrouw hier was. En ik wil naar de bovenaar te gaan. En ja, de vroedvrouw was hier. Ze zei, wil je echt naar de bovenaar? Want je bent 9 centimeter aansluiting. Ik was oké, het was bevallen dan. En dan, ja, hij was hier geboren 2 uur later. Dus, ja. En het is allemaal goed gegaan. Dus je hoefde niet in het ziekenhuis eigenlijk. Nee, precies. 10 minuutjes person. En ja, hij was out. Dus, Charlie had er zin in. Oh, oké. Dus, en is hij ook goed op gewicht? En is hij allemaal goed? Helemaal top. Ja. Helemaal top. 4 kilo. Ja. En ja, 4 kilo toch? Ja. 4 kilo, 40 gram. En ja, we hebben geen idee over de geslacht. Dat was ook een verrassing. Ik dacht altijd een jongen van het begin. En jij een meid weer. Een meid, ja. Waarom dacht u een meisje? Dat gevoel had ik gewoon. Ja. Ja. Oké, ik kan er niks voor zeggen. Dat blijkt alweer. Ja. Ja, precies. Ja, nee. Nou, soms is het misschien omdat er andere signalen zijn. Misselijkheid of hoe je draagt of wat dan ook. Maar dat was niet te zeggen. Van het begin als is een jongen. Ja, het was echt anders. Ik voel een beetje meer rustig en niet zo hormonal. En ik had een voel in. Maar jij dacht een meisje. Maar ik was, I was right, as usual. Oké, ja, precies. Papa, onthoud dit goed, hè? Ja. Dus vrouwelijke intuïtie, daar kan geen redenatie tegenop. Dat zeggen ze, ja. Dus, ik heb er iets anders over, maar... Zit erin. Een boek. Verboden stil worden gegooid. Kijk. Ja. Dat is een mooi voorleesboek. Thuis. Kan ik eerst aan jou voorlezen? Het is een beetje te moeilijk voor je broer. Dus ik denk dat het leuker is als jij het alvast even gaat lezen. Kijk eens. Verboden sneeuwballen te gooien. Oh, mag je geen sneeuwballen gooien? Oh, nog wel. Ook toevallig gaat vanavond misschien wel sneeuwen. Ja. Oh. Juffrouw. Een burgemeester. Nee. Nou joh. Dankjewel. Ja, dankjewel.